Papa scheidt bij het voetballen. Kokosolie. In de buurt van Hattem op de PD. Tik hem aan eens. Hallo, welkom in deze nieuwe weekendvlog. Het is vandaag vrijdag en vandaag ben ik op school de Koningspelen. Omdat ik in Duitsland ben opgegroeid, ken ik daar eigenlijk niet zoveel van. Ik denk, ik doe maar even wat oranje aan en we gaan het zien. Ben je er klaar voor? Kom! Papa scheidt bij het voetballen. En het gras is al gemaaid. En het gras hier is al gemaaid. Wat heb je aan, mama? Wat heb je aan? Een t-shirt met oranje. En dat? Ja, vind je het mooi? Even wat kokosolie op mijn neusvleugels. In verband met het opvangen van de bollen. Onder mijn ogen en op mijn wimpers. Oké, let's go! Leg eens onder de buggy, goed? Nummertjes 1. Wie zijn de nummertjes 1? Wie zijn de nummertjes 1? 1. Kun je dat daar staan? Hallo. Goed. Die goal schieten. Jullie moeten die goal schieten. Gaat dat lukken? Jammer dat we dat verwachten. Hoe was het voetballen? Leuk! Gewonnen? Ja, 2-1. Nice. Mooie leeuw. Hoe doet de leeuw? Leeuw. Dit en dit is hetzelfde. Ja, die was vies. Oh, daarvoor is bij de Griek geweest. Mm-hmm. En we hebben nog Griekse baby. Griekse baby hapjes. Ik heb gemaild, ik zeg, kan maar van die prijs af. Dan doen we maximaal. Die vingertjes. Die man op opgehaald. Lekkere jong. Van zaterdagochtend. En Maarten is de tuin. Volgens mij zomaar klaar aan het maken. In ieder geval is hij lekker in de tuin aan het rommelen met de kinderen. En ik ben even boven op onze slaapkamer. Want hier staan allemaal speelgoedkisten. Die staan hier omdat pas geleden weer Airbnb bezoekers hier waren. Ik wil het even weer sorteren en kijken wat er weg kan. Want we hebben een datum staan voor een rommelmarkt. Dus dat is wel fijn als we dan een beetje sorteren. Papa spuit het terras schoon. De kids die kijken toe. Papa weet het altijd zo mooi te regelen. Dus ik vind het nog leuk ook. Even de status tot nu toe. Dit zijn de Hot Wheels spullen. De knikkerbaan, klei, Playmobil. de auto's, Lego doos, nog een Lego doos, poppenspulletjes van Leah. Daar moet ik nog even naar kijken of daar iets weg kan. Dit is de verkleeddoos, die moet ik ook nog even kritisch bekijken. Twee van die garages, maar dan speelt hij met die en dan speelt hij met die. En het begon ooit met 1 rommeldoos, maar dan gingen we dus op vakantie of logeren of in de caravan. En dan zeiden we, oh, we vullen wel een tas met leuk speelgoed. Nou ja, dat staat hier dan dus nog. Dus dat moet ik ook even sorteren. Dat is het speelgoed waar ik nog niet echt afstand van kan doen. Hier wat spullen voor de rommelmarkt. Hier het keukentje met ja, bordjes en alles wat erbij hoort. Deze mand zitten allemaal knuffels. Dit is de trein en dit is de boerderij. Dat geef ik deze, mijn vakantie nog even een kans om ja, uitgetest te worden. Als ze daar niks meer mee doen, dan gaat het weg. Dit gaat sowieso de prullenbak in. Dit zijn nog wat kleren die ik ga weggeven. Nog steeds veel spullen. Maar er zit wel wat structuur in. Het terras is zomaar klaar. Maarten heeft hier alles schoongespoten. Speelgoed op een plekje. Dus zomaar. Kom maar op, laat maar zien wat je kan. Het werk zit erop. We gaan nu lekker wandelen. Irritant, hè? Ja. Kom maar, ik heb een kuntje daarvoor. Kom even zoeken. Ga je door de brand niet als om voor mij een bloemetje uit te halen? Wat lief van jou. Nou, ga maar snel naar papa. Die heeft een ander plantje, dat helpt. Dat is altijd in de buurt van Maarten, dus heb je deze ook. Hoe heet die, papa? Ja. Oké. Dit is dan de brandnetel en dit is... Mama, kijk! Die helpt om het, de pijn te verlichten of het, de jeuk. Wat zie je daar? Bootjes. Een vaarbewijs? Oh, Leah, was het gelukt? Het Friese bloed, dan... Ja? Hadden jullie het koud? Nee. Dus even opwarmen. Altijd nog eens een keer... Dat wilden we altijd nog eens een keer, Nick. Koffie maken. Gezellig, jongens. Natuurlijk eten we vandaag lekker buiten. Waarom niet? Waarom niet, hè? En ja, wat is er maken? Ik heb een overheerlijk zelfgebakken zalmpje. Zelfgebakken zalmpje. En uiteraard ook zelf gevangen. En dit zijn vegetarische hamburgertjes voor mijn vrouwtje. Kijk, lekker. Gekruid met wat origami. Wat hier zelf groeit natuurlijk. Pepertjes. Oregano. Dit is heel goed. Schatje, ik zag net dat we 2000 abonnees hebben. 2000? Hé, hey, dat is een... Dikke manus. Leuk dat je keek naar deze vlog en wellicht tot de volgende vlog. Doei doei!